Welkom bij een nieuwe Amersfoort Update. We zijn hier bij de Mannenzaal, waar achter mij is die grote deur straks open gaat. Want de bros, de smartbros, wordt uitgereikt aan een bekende bekende Nederlandse zanger of zangeres. We gaan naar binnen, het is hartstikke koud. Gaat u mee naar binnen? Naast mij, Guy Smeging. Het gezicht van het Smartlappenfestival, wat doorgaat. Maar er is altijd een voorproefje. Ja. En daar zijn we nu. Wat gaan we doen? Waar zijn we? En wie kunnen we verwachten? We zijn nu in de Mannenzaal voor de presentatie van de Smart Sieraad. Smart Sieraad die de dames weer gebruikelijk gemaakt hebben. En die vandaag gepresenteerd wordt en aangeboden wordt aan een mystery guest. Juist. En die komt zo meteen met pakweg een 3 kwartier, denk ik. Ja, je mag nog niks verklappen natuurlijk. Nee, het houdt nog even geheim, hè. Zometeen komt hij binnenwandelen. Wat voor locatie is dit, Guy? Mannenzaal. Oud gebouw, oude mannenzaal van het Pieter Bokhand Gasthuis. Waar vroeger, daginds in de bedsteden, ja, de oude mannetjes allemaal nog zagen. Het oude bejaardenhuis, om zo maar te zeggen. Ja. Er komt zo de bekende Nederlandse zanger. Gaat hij het overhandigen of krijgt hij het? Hij krijgt hem. Hij werd het aangeboden. Ja, het is een... Een zanger, zangeres, bekend van het Nederlandstalig lied. En die krijgt hem aangeboden. Juist. Het eerste exemplaar. Dat gaat zo plaatsvinden. We hebben weer de bekende gezichten, hè? Leuk, hè? Ja, je ziet heel veel bekende gezichten. Sponsors hebben we, trouwe sponsors, maar ook de Smart Sieraad medewerkers en de vrijwilligers. En ja, de hele club is weer compleet. Muziekje. Ja, de jongens. Ja, de jongens. Peter Moor en Jan Wundering. Ja. En ik zie Rob Lampen. Ja, die helpt ons in de presentatie nu. Ja. We wachten het af, Guy. Wordt gezellig. We spreken je later op de avond nog even. Leuk. Ja, oké, dank je. Hoi. Veel plezier. Dames en heren, fijn dat u er bent. Ik ga u eventjes voorstellen aan, voor zover het überhaupt nodig is, aan Guy Smeging, die de avond officieel zal openen. Daarom heeft hij ook zo'n prachtig jasje aangedaan, maar u weet het. Oké. De drijvende kracht achter al dit moois. 2 jaar hebben we erover gedaan. 2 jaar hebben we niets kunnen doen. En nu is het weer zover. Hoe mooi kan het wezen? Ik wil jullie allemaal hartelijk welkom heten. Om te beginnen, wethouder Stegeman van de gemeente. Hartelijk welkom. De vrijwilligers, uiteraard allemaal. Sponsoren, heel erg belangrijk voor ons, want anders kunnen we zo'n festival nooit zo'n leven organiseren. En de Smart sieraadmakers. Heel mond vol is dat. Want die zijn de aanleiding van dat we hier zijn nu, omdat die Smart sieraad gepresenteerd gaat worden. Hoeveel zijn er gemaakt, Guy? 1200. Ik hoor net, 1223. En als ik dit hier zo bekijk, dan zijn we er straks al minstens 400 kwijt. Ja. Daar gaan we wel vanuit, hè? Die nemen we wel van mee. Ja. En 24 rozen, 24 rozen, 24 rozen voor jou. Gedeelde Smart uit Amersfoort. Zijn jullie al aan het oefenen? Ja, we zijn weer begonnen, ja. Er is 2 jaar lang zijn jullie niet aan de bak geweest. En toen gingen jullie oefenen met die corona, geloof ik, hè? Maar dat was geen succes. Nee, wij hebben wel in september, toen de lockdown dus over was, september, oktober of zo, hebben we heel kort gerepeteerd. Nou ja, toen kwam de lockdown weer, lag het weer stil. Tot 1 maart. 1 maart zijn wij weer officieel, we waren weer welkom bij de Koperhorst. En dan mochten we gewoon weer repeteren.
Maar diezelfde avond hadden er 7 corona. Dus wij hebben het gelijk weer stilgelegd. Maar we zijn nu, hebben nu weer 2 keer gerepeteerd deze maand. Dus nu gaat het voorlopig wel weer even door. Tevreden? Nou, het is onvoorstelbaar dat na zo lang, want kijk, thuis repeteren doet niemand van ons. Maar zodra die dirigenten, we hebben natuurlijk een hele inspirerende dirigenten, hè? Onze Joke. En zodra we maar weer zingen en zij, je ziet de woorden. Nou jongen, we hebben 2 jaar de liedjes niet gezongen en het zat er zo weer helemaal in. Geweldig. Jullie zijn van een koor? Ja. Boas. Boas. Boas Smartcore. Boas. Enige echte Boas. Enige echte Boas. Wij zijn allemaal Boas. Boa. Boa. De enige echte. Boa. En daar komt hij, hè? Oh, daar komt hij. Ja. Ja, hield ik je daarom uit de goot. Uit de goot! Oeh. Ja, staan jouw vriendschap niet zo groot. Niet zo groot! Jij nooit van je vriend. Ik hoor niks. Aan de muur een vrouwportret. Ging er dan echt niets door je heen. Door je heen. In de bediening zie ik de kleindochter van Guy. Ja, zeker. Even een handje helpen. Ja. Ja. Je hebt je vriendin meegenomen? Ja, zeker. En jij bent? Joyce. En jij bent? Noah. Hoe ver zijn jullie nu met hebben jullie een... gaan jullie rond met de dienbladen? Ja, af en toe dan mensen kunnen zelf drankjes halen en wij komen dan de glazen ophalen en zo nu en dan lopen we rond met wat hapjes. Juist, ja. Ja, precies hetzelfde. Vrijwillig? Ja, zeker. Ja, ja. Hey, en hoe vind je dit? Ja, ik vind het leuk om mee te maken. Ja, ja zeker. Kennen jullie je Smart Lab? Denk het niet, hè? Ik ken dit niet, maar nu wel. Ja, nu wel. Jij ook? Ja, ik ken het wel. Ja, omdat, oh ja, opa doet het natuurlijk, hè. Dus ja, dat ken ik wel. Zorg goed vanavond voor ons. Ja, tuurlijk. Ja, 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 dat gaat goed komen. Okay. Helemaal goed. Ik voel me zo verdomd alleen. Voel jij je ook verdomd alleen? Verdomd alleen. Ik ben niet alleen. Jij bent niet alleen. Ik heb zoveel mensen omheen. En deze meneer voelt hij zich ook alleen? Ik voel me zo ongelooflijk verdomd alleen. Ik ben bij je. Ja, dank je, dank je, dank je. Ja, we gaan er binnen. Ja, leuk. Hey, heb je rood? Ja, zijn een beetje. Ja, het is rood. Leuk, man. Dus ik ga meteen onze wethouder cultuur
dat we zeggen van de cultuurpartij erbij vragen. De heer Stegeman, dit is hem. Hallo, goedavond. Er zijn ruim 40 dames mee bezig geweest om dat te ontwerpen en te maken. Dus we doen er nog een bloemetje bij. Drink nog wat. Je mag nog even lekker gezellig bij ons, de gezelligheid. Nou, fijn, dankjewel. En dan gaan wij verder met het feest vandaag. Ik had wel graag gewild dat ik wist wie er zou komen. Ja. Omdat je natuurlijk niet weet wat je te wachten staat. Dus ik weet eigenlijk niet zo gek veel van je. Toen vroeg ik tegen de oudere generatie Django Wagner komt. En die ene zegt Django Reinhardt. Ik heb nog nooit van gehoord. Django Reinhardt was de zigeunergitarist. Dat was de zigeunergitarist, hè? Ja. En jij bent Wagner. Ja, klopt. Hé, maar wat doe je dat leuk, man? Ja, leuk toch? Heb je gezien dat ze helemaal uit de dak gingen met elkaar? Ja, mooi hè, mooi toch? Ja, ja, ja. Ja, weet je wanneer, dan staat de microfoon zo dicht bij me. Ja, dan begint het te kriebelen. Dan, ja. En die jongens, ja, ze zetten er mee mooi in. Ja. Dus ja, ik dacht, waarom zou ik niet meedoen? Nou. Ik denk dat het ook een beetje de maar muziek was. Muziek ligt ook in je hart natuurlijk, hè? Laten we eerlijk zijn. Want jij hebt natuurlijk een achtergrond waarin de muziek een hele belangrijke rol speelt. Heel erg, ja, ja, heel erg. En doe je er wat mee nog voor de toekomst? Ja, ik heb wel eens een concert gedaan samen met de jongens van het Rozenberg Trio. En dat komt elke keer weer terug, weet je. Het is veel te leuk om samen wat liedjes te verzinnen en ook samen liedjes te zingen. Wat zei je nou? Even voorstellen, is de wethouder Willem-Jan. Jij hebt hulp nodig, de hulplijn voor de smartlappen. Ja, ik ben bij André Hazensteen hier volgens mij afgehaakt. Oh, ja. Maar dit vond je wel leuk om te doen? Nee, het is hartstikke leuk en weet je wat het leuke natuurlijk is? Dat het liedjes zijn die altijd makkelijk in het gehoor liggen. Ja. Dus je krijgt meteen een heleboel sfeer, je kunt meteen meezingen. Dus als je naar een feestje gaat of zo en dan komt de smartlap, dan zie je de hele zaal, ook al vinden ze er zogenaamd niks aan. Je ziet iedereen meedoen en je ziet iedereen meehossen. En dan krijg je niet zo snel voor elkaar met Engelstalige muziek of popmuziek. Dus in die zin ben ik groot fan van smartlap feestjes. Noem er eens één. Eenzame nacht. Wie? Eenzame nacht. En hoe heet het? De Smurfenlied. En ik kom, hoe heet die man toch, met de baard? Abba, Pierre Kartnam. Ja, die. En de klok van Genemuiden. Ja. Hey. Het is alleen niet Genemuiden. Arnhemuiden. nieuw werk.
Nieuw werk, we zijn nu volop bezig in de studio. In oktober is mijn voorgaande album uitgekomen. Maar ik ben nu weer bezig met een heel nieuw album. Mag je er al iets van verklappen? Nou, het is gewoon weer echt Jungle Wagner. Ja, lekker. En dan natuurlijk ook weer met een paar verrassingen erbij. Maar wel gewoon weer lekkere muziek met echte muzikanten. En herkenbaar natuurlijk. Heel herkenbaar. De gitaar, de viool, de accordeon. Maar ook gewoon, de stijl die we destijds zijn begonnen. Het Kali-stijl, zeg maar, zo te zeggen. En weet je, mijn muziek is en blijft emotie. En ik ben heel erg trots dat ik het mag doen. En dat ik het ook aan de mensen mag laten horen. Wat ook leuk is om te zien dat hij enthousiast is over het feit dat hij even in de spotlight gezet wordt voor zijn carrière. Het is een vertolker van het Nederlands lied. En dat is toch altijd een beetje achtergesteld, hè? Amersfoort heeft een van de weinige steden met een Smartlab Festival. Dat is toch leuk als je dan ook iemand die daar druk mee bezig is, daar zijn leven van gemaakt heeft en succesvol, om die in een zonnetje te kunnen zetten. In onze eigen oude mannenzaal. En waar associeer je het levenslied ook mee? Ja, klopt. Met oude mannen. Oude mannen, ja. Want het genre vraagt een beetje om emotie en een beetje sentiment, hè? Dat is altijd een beetje, ja, ik wil niet zeggen dat de mensen in de snik zitten, maar het doet wel wat met je, want iedereen staat op, begint te deinen. Dat doet toch wat. Ja, maar dat is leuk. Kijk, net bijvoorbeeld, je bent overdag, de hele dag aan het werken. En dan ben je met de serieuze dingen bezig. En als dan bijvoorbeeld s'avonds lekker, en ook onder je werktijd natuurlijk, als dan de muziek lekker klinkt, en dan word je toch zelf word je vrolijk. Al regent het buiten pijpen stelen, of het sneeuwt net als vandaag, word je toch vrolijk. Ja, als laatste Django, voordat je gaat vertrekken, wil je even de smartbos laten zien die jij in ontvangst hebt gekregen van wethouder Stegeman. En hij is super mooi ook, hè? Schitterend. Laura Bommezijn, Esther de Kort. Laura Bommezijn, Groenmarkt. Jouw man is een van de kannetjes met de horecabedrijven. Smartlab Festival gaat weer draaien. Zijn jullie al een beetje voorbereid? Ja, daar ben ik voor hier vanavond. Ik ga natuurlijk wat Smartlab zingen. Ja. Zingen, dat is toch de voorbereiding? Oh, ja. Oh, ga je zo zingen? Ja, ik weet niet. Maar ik dacht wel, ik heb mijn vriendin Esther uitgenodigd. Ik dacht, wij pakken wel even wat smartlapjes mee. Oh. Wij verwachten inderdaad wel een gezellig druk weekend. Ook op het Lieve Vrouwenkerkhof. Ja. Gaat het lukken? Dat gaat zeker lukken. Leuk, hè? Maar we kunnen altijd wat extra mensen gebruiken. Dus doe maar een oproep. Meld je aan bij Laura van Bistro het Kalletje. Wij hebben heel veel gezellige collega's nodig. Dankjewel. Dan gaan we nu naar Esther. Esther, kijk dan wat je doet. Oh. Esther, jou kennen ze van de leuke concerten in de Koningsstraat. Ja, in de Potstraat. Daar ga je iets doen, denk ik. Ja, binnenkort. 30 april heb ik weer een heel mooi concert. Ja. Maar ik vertel nooit van tevoren of heel vroeg van tevoren wie er komt. Het is eigenlijk altijd een beetje een verrassing. En ik nodig iedereen uit die op mijn mailinglijst staat. Ja. Dus als je daar op staat, dan krijg je eerder te weten wie er komt. Juist. Het zijn altijd hele bijzondere kleine concerten. Klopt, ze zijn heel intiem, hè? Ja, ja. En ze zijn altijd heel... je moet er gewoon echt een keer bij zijn. Ja, dus. Bij deze. Ja. Maar nu, het Smartlab Festival. Ja. Heb je daar ook iets mee? Nou, minder dan met mijn eigen soort muziek. Ja. Maar ik vind het wel heel gezellig. Er hangt hier een goede sfeer. Ik ben op uitnodiging van Laura. Ja. En we gaan er gewoon een feestje van maken. Dames en heren, kijk even naar het duo. Bommezijn Korte. Dit wordt een primeur. Let u goed op deze sopraantjes. Ga je gang. Kleine jongen, je bent op deze wereld de zaal. Je moet er vechten, net als ik. Ik kan het weten. Het leven is niet makkelijk, er is tegenslag op ieder ogenblik. Kleine jongen. Wat is Ik ben heel... Ja, inderdaad, ja. Jij wordt uitgenodigd binnenkort om een van de koren te komen versterken. Oeh, ik denk dat ze blij zullen zijn. We zijn er weer. We zijn er weer, ja. Hey, dit was een perfect geslaagde avond. Django Wagner. Ja. Hij was hartstikke enthousiast met die tophit van hem. Gelijk zingen. Gelijk zingen. Kijk even terug. Kijk terug, ja. Gewoon puur gezellig. Leuk, druk.
gaan natuurlijk ook weer dingen verkeerd. Maar dat heeft gelukkig nooit iemand in de gaten. Gaat dat lastig is wel, want niemand weet hoe wij het georganiseerd hebben. Maar het is, het gaat, net wat je zegt, hartstikke leuk. En dat enthousiasme van, hij komt toch even speciaal uit Nuenen deze kant op. Uit Nuenen komt hij helemaal. Ja, speciaal deze kant op. Nou, als je zag wat voor weer het net was, zie je hier niet dat je binnen staat. Maar het was al een kunst om hem hierheen te krijgen met die oude taxi. Maar dat is allemaal toch gelukt. Ja, dit was een leuke voorbereiding op het Smartlappenfestival. Nog één keer de datum. 23, 24 april. We zijn een weekje later als normaal. Na de Pasen. Nou, gaat weer een feestje worden. Nog even een Smartlap. Heb jij een favoriete Smartlap? Ja, Kali. Ja, natuurlijk. Kali. Ja, dat moet ik wel te zeggen. Thank you.